voetbaltalentenschool, wat is dat precies? Wij komen op accommodaties, training geven aan de jeugd. En een beetje geënt op wat ze in het betaalde voetbal gewend zijn. Maar ook wat ze op straat vroeger deden. Dus dat is het mooie van dit verhaal. Dat we met jeugd gaan trainen. En bovenal is onze filosofie om heel veel plezier te hebben met de kinderen. Kunt u het een beetje plezier zien in de kinderen zelf? Nou, je hebt zelf een aantal keer al gekeken en het spat er vanaf. Wat vind je het leukste aan het voetbal? Het partijtjes. Partijtjes? Ja. En wat heb je geleerd tot nu toe? De overstap, voetbaltechniek en zo. Kan je me ook iets laten zien met de bal? Ja. We zeggen vaak van iedereen heeft talent en we willen graag dat talent laten ontwikkelen. Dus we proberen met die jongens iets te bereiken dat ze een betere voetballer worden. Welke kwaliteiten hebben ze nodig om de top te bereiken uiteindelijk? Nou, we moeten ook eerlijk zijn, van de meeste jongens is het altijd heel lastig om die top te bereiken. Maar er zitten altijd een aantal jongens bij die naast dat ze een goede baltechniek en dat ze op dit moment al een beetje opvallen, ook nog eens een keer mentaal heel goed zijn. Maar dat moet nog blijken. Wij proberen in ieder geval iets mee te geven dat ze alvast een voorsprongetje hebben op de rest. Wat is jouw functie hier in deze trainingsvak eigenlijk? Ik regel alles behalve de training. En ik voel me eigenlijk een beetje een soort van moeder van alle kinderen. Als je veters loszitten, je snottepiertje of je hebt pijn. Er zijn wel eens kinderen die huilen, want ik heb het koud. En dan komen ze naar mij. En alle kinderen, ja, die weten dat ook. Ik ben tante Sandra. En dat is een beetje wat ik doe voor de kinderen op het veld. Wat vind je het leukste aan de kinderen? Het voetbal, dingen leren, jezelf ontwikkelen. En als ik dan al die blije gezichtjes zie, die kinderen die allemaal lopen te rennen en te lachen, dan moet ik soms wel eens bijna huilen van geluk, zal ik maar zeggen. Wat vind je ervan dat je zoontje deelneemt aan de training? Ja, ik vind het een heel goed ding voor hem. Ja, hij kan alleen maar beter worden, zeg maar. Hoe meer je oefent, des te beter je wordt in het spel natuurlijk. En wat voor kwaliteiten hebben die jongeren nodig om een beetje hoger op te komen, denk je? Nou ja, het samenspel, dat is belangrijk. En dat je wint met elkaar en verliest met elkaar. Dat is gewoon echt het belangrijkste. Als je dat accepteert, dan heb je een goede basis om zeg maar, door te groeien hogerop. Wat het mooie is van dit groepje trainers, is dat ze allemaal ervaring hebben in de top. Dus dat zij precies weten hoe je bepaalde goede dingen van spelers naar boven kan brengen. Dus deze jongens krijgen heel gericht training. Ik ben commentator en ik zou het top vinden als ik over 10 jaar een van die mannetjes in de Galgenwaard zie spelen. En dat ik denk, kan leren, die heb ik ooit eens een keer op het veld van DHC gezien. Dat zou ik mooi vinden.